iedereen, daar ben ik weer. Dit is het laatste filmpje van een serie van 3 over de energiedrink vloeistoffen. En vandaag heb ik het over de Liqua energiedrink. Heel simpel, makkelijke naam. Dan gaan we eens kijken hoe ik deze vind. Wat ik wel al vond toen ik hem op mijn dripper deed, is dat hij wel het meest naar energiedrink rook van allemaal. Oeh, hij is echt heel zoet. Ik vind hem volgens mij meer op die goedkope... Ja, volgens mij lijkt deze meer op die goedkope huismerkblikjes. Ik ga hem even wat hoger zetten. Oh ja, dat is iets beter. Ook deze vloeistof is 50-50. Even checken to be sure. Ja. Bij deze verandert de smaak niet. Als je hem warmer zet, dat is op zich anders. Ja, ik vind dat niet erg, want deze... Ik vind deze eigenlijk het lekkerst van allemaal. Maar als hij echt warmer wordt, dan wordt hij wel ietsje anders. Dan krijgt hij weer een klein beetje dat hele lichte wat bittertje wat die anderen ook hadden. Ja, maar dat is pas als hij echt behoorlijk hoog staat. Ja, ik vind deze echt meer op de wat goedkopere merken lijken. Ik heb hem natuurlijk nu vergeleken met een A-merk. Want dat wel, ja, als je denkt aan energy drink, dan denk je aan... Yep, inderdaad. Ja. Ja. Dat was hem weer voor vandaag. Welke van de 3 vond ik nou het lekkerst? Eerlijk gezegd, ik ben niet zo'n hele erge energiedrink fan qua smaak. Ik heb wel veel energiedrink gedronken. Ja, voor mij in verband met vermoeidheid. Het helpt altijd wel een beetje. Maar ja, welke vond ik er het meest op lijken? De meest op het blikje wat ik heb, vond ik de Aramax. En de Liqua vond ik het meest op de wat goedkopere merken lijken. En daardoor dus ook ietsje lekkerder. Dus ik hoop dat jullie hier wat aan hadden. Jullie zien me binnenkort terug met een andere review. En tot die tijd, jullie weten het, stop met roken en ga dampen. Bye!